Een praktijkcentrum in Saramacca voor het opleiden van jonge paddyboeren is een droom die per vandaag in vervulling gaat. De pindacultuur is in het district met zijn zandgronden een belangrijke sector. Met de opleiding van jonge pindaboeren moet de sector dan ook beter tot ontwikkeling worden gebracht, zei DC Sherin Bansidurga vandaag bij het start zijn van de bouw van het centrum te Keigerkreek. Die op fulltime basis de pindateelt ter hand kunnen nemen. Omdat de uitvoeringscapaciteit op basis van de beschikbare menselijke hulpbronnen, jonge landbouwers, echter erg gering is in het district. En je zou zelf kunnen zeggen in het hele land. Dus jongeren in de landbouw. Hier zal verandering in moeten worden gebracht. En met dit start zijn voor het opzetten van een agrarisch praktijkcentrum wordt één van de basisoorzaken van de achteruitgang aangepakt. Een goede infrastructuur voor constante training, scholing en begeleiding van jonge agrariërs is in deze onmisbaar en niet te vergeten landbouwonderzoek en voorlichting. Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij stelde dat dit project niet losgezien moet worden van de totale ontwikkeling die deze regering heeft gepland voor de landbouw. Deze school is slechts een onderdeel van een groter geheel, zoals ik eerder zei, binnen de agrarische sector. Binnen de ontwikkeling welke wij gepland hebben om de komende 4 jaren verder uit te voeren. Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Voor het start zijn van dit agrarisch praktijkcentrum is er een financieringscontract getekend tussen LVV en Staatsolie Suriname. Het Nationaal Vervoersbedrijf NVB heeft afgelopen dinsdag tijdens een presentatie zijn actieplan voor 2021 met de regering besproken. Het plan moet het bedrijf naar grotere hoogten stuwen, waarbij een reorganisatie moet zorgen voor een efficiënter draaiend staatsbedrijf. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme merkte op dat er gekeken wordt om een ander verdienmodel te koppelen aan NVB. Directeur Renfirm zegt dat op instructie van president Santokki de leiding van het bedrijf door moet gaan met het verzamelen van de nodige data ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering. Het staatshoofd toonde zich ingenomen met het actieplan.